Wat ik echt heel stom vind, is met de motor achter een grappenmaker rijden die dan zo nodig zijn ruiten moet sproeien terwijl ik net achter hem rijd. Hoe stom dat is dat iemand dat doet. Niet op het idee komt dat jij daar als mooi weerrijder met je giegel dan die antivries op je poren krijgt. Niet doen. Stom. Wat ik ook echt best stom vind is volleyballers op een nudistencamping. Althans, daar kan je alles bij voorstellen. Vroeger toen ik klein was, moest ik met mijn moeder wel eens mee naar zo'n camping. En daar heb ik een klein trauma van overgehouden. Dat wil ik liever niet zien. Het is ook levensgevaarlijk, want al dat zwiepende spul wat je dan voor je giegel kan krijgen, daar moet je echt niet aan denken dat uit de hand loopt. Best stom, niet doen. Beter van niet. Wat ik ook gewoon stom vind en bovendien helemaal niet efficiënt, is eten met stokjes. Wat eigenlijk stom is dat ik het niet kan. Daarmee verraad je jezelf. Ik ben echt een MAVO-klant. Ik heb niks van de wereld gezien. En ik kan dat niet. En dan vraag ik, als het gerecht voor mijn neus staat, vraag ik, en hebt u mes en vork? En dan zie iedereen een beetje minzaam kijken. Oh, die knuif is nooit in Thailand geweest. Nou ja, oké, begrijp maar. Laat me gaan. Ik vind het ook behoorlijk stom benzinepompboeketten. Daar hebben ze namelijk alles mee gedaan wat jij niet wil dat ze ermee zouden moeten doen. Want je wil gewoon bloemen en niet een soort gek gaas verpakkingsmateriaal met hysterisch veel groen erin. Trek er altijd uit, zodat je eigenlijk daarna het boeketje over hebt wat je gewoon wilde hebben. Maar dus eigenlijk alles wat ze eraan hebben gedaan, heb jij dan weer gestript terug naar het boeket, zoals jij het wil. Ja. Weet je wat er ook echt heel stom is? Echt een bron van ergernis. Dan sta je in je tuin te sproeien. Met de tuinslang. Je staat lekker met een ferme straal, sta je rhododendron te sproeien en dan denk je... Knik in de tuinslang. Oké, wat doe je? Je kwakt die tuinslang op de grond, je holt terug, haalt die knik eruit. Terwijl je omkijkt zie je die slang aan de andere kant zo alle kanten op swiepen. Dan moet jij er heen, er bovenop duiken, die slang en dan weer door met je rhododendrons. Dat hele traject van op en neer hollen, zo, ja, dat is toch wel zo verschrikkelijk stom. Wat ik ook echt stommer dan stom vind, is mensen die in mijn fietskrat rotzooi gooien, blikjes cola. Maar laatst was er iemand zo vrij geweest om er 40 erectiepillen in te gooien. Best stom. Ook zonde. Als je ze nodig hebt, moet je ze niet in mijn fietskrat kwakken, maar gewoon zelf inslikken en de wereld te lijf gaan.